Nou, hallo allemaal. Ik ben nu in gesprek met Quintus Risti, want vandaag zijn de verkiezingen in Suriname. En nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe het daar gaat, want wij zitten hier in Rotterdam. En nou ja, ik wilde gewoon een echte Surinamer spreken hierover, want die kan er denk ik wat meer over vertellen. Dus leuk dat je mee wilde doen. Hoe gaat Graag gedaan, met alle liefde, Demi. het? Ja, hoe is het daar in Suriname nu? Het is heel erg spannend. Heel erg, heel, heel, heel erg spannend. Je moet je voorstellen, vandaag 25 mei is de dag dat Suriname weer mag gaan kiezen en bepalen wie de komende 5 jaar het land gaat mogen regeren. En door wie ze vertegenwoordigd willen worden. Spannend. Want hoe lang geleden was dat? De laatste verkiezing. 5 jaar geleden, het stond de 5 jaren, de verkiezingen. Ja. Oké. En je Okay. moet je voorstellen. En je moet je voorstellen, overal zie je vlaggen wapperen en mensen campagne voeren. Oké, ik moet wel eerlijk zeggen, de afgelopen 2 dagen is er dan het stopt. Het is 23e, was de laatste dag. Gisteren en vandaag mag er geen openbare campagne gevoerd worden. Weliswaar op social media zie je nog wat dingen voorbij komen. Ja. Oké, dus dat is heel anders dan de jaren hiervoor eigenlijk. Dat je toen meer de Ja, straat tuurlijk. op ging, nu is het vooral heel erg online. Ja. Hoe is dat dan nu in Suriname met de corona zelf? Van, zitten jullie in lockdown of mogen jullie wel naar buiten? Nou, we zijn het enige land in de wereld die tijdens de corona, tijdens een pandemie, een verkiezing organiseert. Dat is ook heel erg nieuw en spannend. En vooral voor Suriname, een land met weinig ervaring als het gaat om dit soort grote activiteiten, maar ook verkiezingen in zo'n situatie. Corona op dit moment in Suriname is best wel een soort van onder controle. Als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. We hebben ongeveer plusminus 40 plus dagen gekend zonder een besmetting. We hebben op dit moment 11 gevallen van besmetting gehad, waarvan 1 is overleden en 9 zijn genezen. En een paar dagen geleden is er aan de grens in het oosten een illegale Braziliaan aangehouden die positief getest is. Oké, dus dat is best wel spannend. Ook al in verhouding Ja, ik tot moet. besmetten, maar er komen toch mensen binnen. Ja, en ik moet zeggen, het COVID-19 management team doet een fantastische job hier in Suriname. Ik mag echt blij zijn en trots zijn. En we worden ook geroemd hier in Suriname over de maatregelen die getroffen worden. Maar ja, we hebben grote grenzen en we hebben heel veel oerwoud hier zo. Dus het is moeilijk om een toch lange kilometer rivier te controleren. Te controleren, sorry. En je hebt van die mensen die toch wel de kans nemen om het land binnen te komen. Ja, spannend lijkt me dat. Maar voel je je ondanks dat wel gewoon veilig? Ben je Als bang? het me goed, als het me goed uitkomt, dan voel ik me veilig. En als het me goed uitkomt, voel ik me. Oh, nee. Ik voel me best veilig. Je bent heel voorzichtig, je blijft heel voorzichtig, natuurlijk. En ja, ik zal niet zeggen dat ik bang ben, maar ik ben gewoon op mijn qui vive. Ja, ik denk dat we dat allemaal ook al zijn nu. En nou ja, vandaag zijn dus de verkiezingen. Ben je al gaan stemmen? Ik weet niet, hoe laat is het nu in Suriname eigenlijk? Het is nu 5 uren later dan jullie. Ja, Eerder, sorry, eerst, vijf hè? uren eerder dan Nederland. Hoe laat is het bij jou? Zal ik het even kijken? Het is nu 2:15 's middags. Dat is het 14:15, dat is het hier 14:15. Oké, dus jij hebt al gestemd. Ik mag niet stemmen. Of niet stemmen. Oké, ja, dat was de vraag. Dat wist ik nog niet zeker, want jij bent gewoon Nederlander, hè? Je hebt geen Surinaamse paspoort meer. Oké, nou Nee, ja. ik heb geen Surinaams paspoort. En ja, hoe zit dat dan? Want dan mensen zijn wel gewoon gaan stemmen vandaag. Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan met de coronamaatregelen? Nou, het schijnt dat er bij het binnenkomen wordt je gedesinfecteerd, ontsmet. De potloden waarmee gekleurd worden, wordt ook elke keer vernieuwd. De hokken worden ontsmet elke keer weer, de stemhokjes. En er wordt een gepaste afstand gehouden Ja. in de stemlokalen. Je gaat natuurlijk, je komt binnen, je wordt ontsmet, vervolgens worden je bescheiden gecontroleerd, je ID-kaart, je stemkaart.
je naam, alles wordt gecontroleerd. En dan ga je van voorzitter naar vervolgens de volgende persoon waar je je stembiljetten haalt. Het zijn er twee. Mm-hmm. Je gaat naar het hokje. Vervolgens kleur je daar voor de partij waar je voor kiest. En het gaat in een envelop en je stopt hem weer in de stembus. Okay. En we hebben een systeem waarbij je pink dan gekleurd wordt. En dat wordt met een wattenstaaf gedaan elke keer. Okay. Dus vroeger stopte je vinger gewoon in een bakje met inkt. Mm-hmm. En nu wordt het met een wattenstaaf gedaan. En daarna wordt je hand weer ontsmet. Okay. Interessant wel. En wat vind je ervan dat het nu zo gaat dan? Toch best wel gek. Wat je eigenlijk al zei in deze tijden. Ja, je moet je voorstellen, het is eigenlijk een stukje verandering. Ik maak heel vaak de grappen als ik vrienden tegenkom. Weet je nog, vroeger in mijn tijd, in onze tijd, kwam je elkaar tegen en je gaf elkaar een stevige handdruk en een knuffel en een kus. Nu niet meer. Ja, het is anders, het is wennen. Het is, in het begin moet ik eerlijk zeggen, ik vond het raar. Je komt iemand tegen, nog geen handen, je hebt geen fysiek contact meer. Ondertussen ook gewend aan de avondklok en de partiële lockdown. Ja. Dus het is wel wennen, het is wel wennen. En alternatieven zoeken, methodes zoeken om gewoontes te doorbreken. En dat kost wel even tijd. Maar als je bewust bent van, wacht even, ik doe het voor een good reason, om te voorkomen dat er een besmetting plaatsvindt, en voor mijn eigen gezondheid, ja, dan denk ik dat je wel gemotiveerd bent en de nodige energie en kracht kan putten om erop te letten. Ja, duidelijk. Heel mooi ook. En dan weer even terug op de verkiezingen. Dan zijn er wel mensen gaan stemmen. Vind je dat wel veilig op die manier? Ja. Kijk, met je achterhoofd dat eigenlijk op dit moment, dank God, er zo weinig of één besmette persoon is die in quarantaine is ook natuurlijk. Het op tijd is gecheckt en dergelijke. Ik denk wel met de inachtneming van de protocollen dat het veilig is. Dat het niet echt een risico zal vormen. Ja, oké, duidelijk. En zijn er wel veel mensen gaan stemmen, weet je dat? Of zijn er ook mensen die... Dat weet ik niet. De stembussen zijn nu ongeveer twee uren en een x-aantal minuten open. Oh, ja. Je ziet wel op social media dat heel veel mensen zeggen, we gaan stemmen. Er wordt gestemd, er wordt opgeroepen om te gaan stemmen vooral. Zowel door politieke leiders als kiezers en Surinamers. Zelfs de president heeft benadrukt, mensen, ga stemmen. Het is je burgerplicht om te gaan stemmen. En daar ben ik ook heel benieuwd. Waar zou je eigenlijk voor stemmen? Voor wie zou je stemmen? Ik zou in elk geval stemmen voor een nieuw begin. Een organisatie die in elk geval gaat voor de ontwikkeling van Suriname. En niet een partij die vecht tegen een individu of tegen een partij, maar vecht voor ontwikkeling. En aangezien we in een nieuwe fase zitten, kijk, met die hele corona-lockdown wordt het belangrijk dat er nieuwe en jonge mensen aan het roer komen. Mensen met frisse ideeën, nieuwe ideeën. Als we zien dat we in Suriname nog mensen hebben, niet eens beschikken over digitale mogelijkheden. Weet je, we hebben een tijd gekend dat mensen ongeletterd waren. En het is niet lang geleden, in de jaren 80, waren er nog mensen die niet konden lezen en schrijven. En anno 2020 wordt die groep digibeten groot. Mensen die niet weten om te gaan met digitale tijdperk. Dus ik denk dat het tijd wordt dat deze jonge, frisse mensen gaan overnemen. En dat er een partij die natuurlijk ook zorgt voor een stukje economische ontwikkeling. Mm-hmm. Weet je, een daadkrachtige, sterke leider moet opstaan nu. Die zegt van, jongens, dit is de koers waar we naartoe gaan. Alle neusen één kant. En kom, we gaan ervoor. Mooi. Best wel dat ik het was. Dat zou wel leuk zijn, hè? Want het gaat niet heel goed met de economie in Suriname, begreep ik. Nee,
Nee. We hebben een zeer onstabiele munteenheid op dit moment. De devaluatie is heel erg hard gegaan. Er is wat ontwikkeling gekomen, maar niet ontwikkeling dat ervoor heeft gezorgd dat wij ook economisch vooruit zijn gekomen. Mm-hmm. Ja. En er wordt gesproken over onverantwoordelijke uitgaven en onverklaarbare bestedingen. Dus het gaat niet goed in Suriname. Het is duidelijk. En dan verwacht je eigenlijk met misschien de nieuwe regering dat daar wel verandering in kan komen? Of wordt gehoopt? Laten we dat hopen. Ja. Laten we dat hopen. Laten we onze mind na deze dagen gaan focussen. Ja. Weet je, one for all and all for one. Laten we gaan voor een verandering in Suriname. Een nieuw begin, zeg ik. Nieuw begin, mooi. En vind je het spannend? Denk je dat er wat gaat gebeuren? Wat is een beetje het idee wat je hebt? Kijk, je moet je voorstellen, er zijn tradities, er zijn methodes, er zijn gewoontes, er is een cultuur. En wil je een verandering brengen, dan begint het bij die mindshift. En hier in Suriname zijn we best wel verwend. Mm-hmm. Vergevingsgezind. En soms vergeten we waar we vandaan komen en wat we hebben meegemaakt. Mm-hmm. Dus je moet je voorstellen, er zijn 17 politieke partijen. Waarvan op dit moment de NDP de meeste achterban heeft, de meeste zetels ook in het parlement. En dan heb je een x-aantal, ongeveer 16 andere partijen die meedoen aan de verkiezingen. En het wordt allemaal verslimperd en versplinterd. Als ik even terug ga naar de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, was Leefbaar Rotterdam ook de grootste partij. Hmm. Weet je, maar op een gegeven moment is er wel een coalitie gevormd door al die andere kleine partijen. Ja. En dan merk je dat door die verandering het ook anders kan. En ik hoop dat dat in elk geval die verandering komt. Dus dat ze het ook eigenlijk meer samen gaan doen, zeg je? Ja. Dus je eigenlijk één partij aan de macht samen. En bepaalt? Maar samen met ons, samen met elkaar. Ja. Weet je, je kunt het samen doen. Maar het belangrijkste is dat je het samen met elkaar doet. Volgens verschillende media schijnt ook dat de NDP dus nu wel zetels aan het verliezen is. Dat is een beetje rond aan het gaan. Ja, er is een opiniepeiling gehouden door IDOS. En dat is een gerenommeerde, een bekende en vaak opiniepeilend orgaan, Suriname. En die heeft aangegeven dat de NDP beslist x-aantal zetels verliest. Ja. En denk je, wat gaat er gebeuren? Nu ben ik daar ook heel benieuwd naar. Dat klinkt als een verandering. Van 26 naar minder. Zeker. Kijk, je kan nu nog weinig zeggen. Ja. Omdat je kan pas gaan speculeren en gaan plannen en denken wat er gaat gebeuren. Als je weet, als er een aantal feiten duidelijk zijn. Weet je, kijk, ik zou zeggen, laten we wachten tot de uitslag van de verkiezingen. En daarna moeten we gaan kijken hoe we het gaan doen. Het is een meetmoment en het is ook een moment waarbij het volk gaat bepalen. Mm-hmm. En het mooie daarvan is, Suriname staat internationaal bekend als land met eerlijke, open, geheime verkiezingen. En vooral met de nadruk op eerlijke. Jij woont daar half... Je bent eigenlijk half een Surinaamse burger. Wat vind je er allemaal van? Wat er gaande is in het land? Ja, het is, er moet een verandering komen. Ja. En met die pandemie die we nu in de wereld kennen, hoop ik dat we op een goede manier kunnen aansluiten en een behoorlijke stap in haalslag kunnen maken. Mm-hmm. Weet je, kijk, we zijn niet met veel. We zijn met ongeveer rond 500.000 mensen. We zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen. We zijn heel erg creatief. Ik denk dat er gewoon een stukje duidelijkheid en een beetje leiderschap moet komen om die ontwikkeling te brengen in Suriname. En dat is mijn grootste wens. En ik hoop dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. Kan je dat als bekend persoon? Ja, kijk, je moet je voorstellen, ik ben hier opgegroeid. Ik ben op mijn 34ste of 35ste naar Nederland gekomen voor werk. Eigenlijk zeg ik ben daar gekomen om te leren,
Mm-hmm. En de kennis die ik heb opgedaan, zou ik best wel hier willen investeren en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, vooral de maatschappelijke ontwikkeling van Suriname, sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Suriname. Ah, heb je nog iets te delen aan de Rotterdamse Surinamers? Wat moeten wij weten? Wat is er zo belangrijk en heb je nog een boodschap voor ons? Ja, kijk, sowieso houd hoofd koel. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste. We zitten in een fase waarbij er ontzettend veel gevergd wordt van je mentale kracht. Denk na. Mm-hmm. Gevoel ontstaat vanuit de gedachte, zeg ik altijd. En tuurlijk, soms word je helemaal gekker van om binnen te blijven. Je wordt een soort van beperkt dingen te doen die je normaal gewend bent te doen. Maar dat geeft ook aan hoe sterk je bent. Weet je, nu is het belangrijk om na te denken, wat wil ik en hoe wil ik het? Hoe wil ik vormgeven aan mijn leven verder nu in deze tijd? En ik zeg dat het is tijd voor een nieuw begin. Wees slim en maak bewuste keuzes. Mooi, dankjewel. Lijkt wel een verkiezings... Ook voor Quintus. Share the spread love. Hé, hey, dankjewel. Ja. Leuk dat je mee wilde doen. Ja. Alsjeblieft, graag gedaan. Leuk je te ontmoeten en stay safe in Suriname.